bijna geen insecten meer. Dit is zo'n tuin dat mensen nog een beetje contact met elkaar kunnen krijgen in de wijk. Dat ze, hè, dat is een tuin voor iedereen of zo. Maar je ziet gewoon insecten, geen insecten meer. En ik was laatst, ik ben eigenlijk nou net hier in de wijk. En ik ben deze wijk heb ik al 2 keer gepakt. Vorig jaar vond ik ze nog, dit jaar helemaal niks meer. Dus heel weinig salamandertjes. Dus ik denk, omdat er geen eten meer voor ze is, gaan ze allemaal verdwijnen. De kikkers, de padden, salamanders. Heeft u dit jaar al veel padden gezien in de wijk? Hier geen pad gezien. Nee, hè? Nee, zit helemaal niks. Niks meer? Nee. Een paar jaar geleden nog wel. Ja, maar in die slootkant misschien. Maar ja. Hier zitten ze, en daar is wel te droog voor de padden. Ja, maar ik kijk hier al meestal de putten naar, de straat. Maar een paar jaar geleden zaten ze nog, maar dit jaar helemaal niks meer. Nee, ik heb ook geen kikkers meer gehoord. Nee, hè? Ze hebben geen insecten meer, dus ze kunnen niet meer eten, denk ik. Ja, ja, aan die slootkant zit toch wel zat. Putters zitten er in één keer wel, gisteren. Wat? Putters. Oh, vogels. Ja, ja, die komen op deze zonnebloem af. Ja, nee, ik hoor ze, ik hoor ze. Toevallig. Dus je ziet het. Ik ben er wel wat vaker in wat straatjes geweest, waar je nou helemaal niks meer vindt, hè. Het is gewoon allemaal... Ik denk ook dat hun laatste redmiddel is om in de put proberen iets te vinden. Is wel hun dood natuurlijk. En ik hoor wel van meer mensen dat die hele grote kikkers zien ze ook niet meer. Zoals vroeger. Helemaal geen insecten meer. Dankzij onze Europese Unie met Monsanto hebben wij niks meer. Ja, een beetje de hele dag gebrom boven je hoofd. Spuiten ze ons weer vol. Met van alles. Ja, af en toe een bij, want hier en verderop zit de Imca. Die bij komt hier nog wel. Maar de rest van de dieren zijn er gewoon niet meer. Ook zie dat mijn batterijtje bijna leeg is. Dus toevallig hebben we een paar vogels op bezoek. Die zitten hier een beetje wat zaadjes te eten. Dat zijn de zaadeters. Maar de insecteneters, niks meer. Nada. De meeste mensen zijn helemaal treurig ervan. En dan gaan we al dat geld aan die aandeelhouders geven. Mogen ze winst over onze behoeftes maken? Vreselijk. Of wat erg. Dus geen bloemen of geen insecten meer. Kijk, ze proberen het plaatje nog mooi te maken. Maar het is niet meer mooi. Ik ben er helemaal kwaad van. Dat iedereen gewoon wegkijkt. Ja, ze moeten wel, want anders pakken ze je. Want de straatsoldaten zijn behoorlijk vijandig. Om het maar kort samen te vatten. Toedeloki.